Een van de advocaten is de Rotterdamse strafpleiter André Sebrechts. Hem werd vorige maand ook de toegang geweigerd tot de Verenigde Staten. Ik heb iets meer dan een maand geleden via een ESTA geprobeerd toegang te krijgen tot de Verenigde Staten. En dat is me toen geweigerd. Weet je ook waarom? Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het soort zaken dat ik doe. Ik sta behoorlijk wat vermeende terroristen bij. Ik doe terrorismezaken heel veel. En in het verleden hebben een aantal Belgische advocaten om die reden ook geen toegang gekregen tot Amerika. En nu kort geleden ook een andere Nederlandse advocaat die veel van dit soort zaken doet. Dus het moet haast wel dat zijn. Ja, het kan niks anders zijn. Op dit moment is er een grote rechtszaak waarbij 7 Arnhemse mannen verdacht worden van het voorbereiden van het plegen van een terreuraanslag in Nederland. In die zaak hebben nu 2 advocaten zich teruggetrokken nadat bleek dat ze de Verenigde Staten niet meer in mogen. En dat heeft te maken met die rechtszaken. Die advocaten zijn geen verdachten. Die advocaten doen hun werk. Voor de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten is dat onaanvaardbaar. De advocaten die een verdachte van terrorisme bijstaan in Nederland, die is de toegang geweigerd tot Amerika. Niet alleen verdachten waarvan duidelijk is via de media dat zij terrorismeverdachten bijstaan, maar ook een advocaat waarvan niemand dat wist. Dat is zorgelijk en zelfs onacceptabel. De vereniging wil opheldering van de minister. Overigens is het voor advocaat Sebrechts geen reden zich terug te trekken in deze zaak. Voor mij persoonlijk is er geen haar op mijn hoofd die het overweegt om te stoppen met dit soort zaken.